De Nijmeegse journalist en dichter Ruud Linzen heeft een boek geschreven. Het boek van oorlog, lijden en liefde. Het bijzondere van dit boek is dat er bloed aan kleeft. Het wordt namelijk niet in inkt gedrukt, maar met het bloed van Linzen zelf. Is hier wellicht sprake van een promotiestunt? Nee, het is geen promotiestunt. Nee, het is het boek gaat over het vrijwillige lijden. En het idee was van de uitgever om het boek in mijn bloed te laten drukken. En daar heb ik ja op gezegd. En de achterliggende gedachte daarbij van de uitgever is dat het correspondeert met het thema. En de uitgever wil ook heel graag mooie boeken maken. En bijzondere boeken die anders zijn dan andere boeken. Dat is het idee ervan. Heeft u inmiddels al veel kritiek hierop gehad? Nee, nog niet. Nee. Nee, ik heb wel veel moeite moeten doen om uiteindelijk iemand te vinden die het bloed op een verantwoorde manier bij mij wilde afnemen. Het ligt toch heel gevoelig op de een of andere manier in de medische wereld. Ik denk dat we zeker 40 mensen of zo gebeld hebben, totdat we uiteindelijk iemand gevonden hebben. En waarover handelt het boek precies? Het boek gaat over het vrijwillige lijden. En dan moet je denken aan, ik werk dat uit aan de hand van 3 voorbeelden. De oorlog, de kloosterlingen en de liefde. En oorlog en kloosters, dat zijn echt mensen die zich buiten het gewone leven plaatsen om juist zich in dat vrijwillige lijden te begeven. En ik ga op onderzoek uit waarom dat zij dat doen. En de liefde, ja, dat is vaak ook vrijwillig lijden, maar dat is juist voor mensen zoals jij en mij is dat ook bereikbaar in het gewone leven. En dus daar heb ik een onderzoek naar gedaan en daar heb ik een verhandeling over geschreven aan de hand van een aantal beroemde mensen die dat vrijwillige lijden hebben ondergaan. Zoals Franciscus van Assisi en Che Guevara, de terroristenleider. Dus dat is het idee. Al dat bloed moet in de loop der eeuwen genoeg zijn geweest om een kleine zeeuw te vullen. Nog afgezien van de tranen die zijn gelaten om de liefde. Dus het heeft ook een halve liter bloed van uzelf bij het boek gestopt? Ja, dat klopt. Een halve liter was voldoende. Dat vond ik zelf ook verbazend. En dat wordt vervolgens dan aangemaakt met vetten, zodat het ook blijft zitten. Want puur bloed kun je niet drukken. Zou het niet verstandig zijn geweest om die halve liter aan de bloedbank te schenken dan in plaats van een boek? Daar heb ik inderdaad ook over nagedacht. En ik denk, in dit proces ben ik daar wel mee bezig geweest. En ik denk dat ik me nu wel ga aanmelden bij een bloedbank, ja. Is het niet een beetje spannend om zo'n actie te ondernemen eigenlijk? Ja, het is heel bijzonder, ja. Als je dan ziet dat dat bloed bij je afgenomen wordt en je ziet het bloed eruit stromen, dan denk je bij jezelf, dat is de inkt waarmee straks dat boek gedrukt wordt. Nou, dat is wel een heel bijzonder gevoel, ja. En degene die het gedaan heeft, die was zeer zorgzaam. Daarna stonden boterhammen voor me klaar. En vooraf had de uitgever voldoende water voor me meegenomen. Dus die hele setting, dat was echt bijzonder om mee te maken. Oké, maak tenslotte een handtekening van u. Ja. Waar moet ik hem opzetten, de handtekening?